Eindelijk was het aan de koers, en dan bedoel ik de koers met hoofdletter K, van de Grote Markt van Antwerpen naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Goed voor zo'n 270 kilometer. Dat is zelfs voor een klassieker als de ronde bijzonder veel. Het was dan ook de langste ronde in jaren. Vlak na de officiële start, iets buiten Antwerpen, vormt zich al meteen de vroege vlucht. Het is een kopgroep van vier jongens. Dit zijn de namen Oel, Touzee, Asselman en Van Rooij. Die laatste is een landgenoot. En opvallend, maar zeker niet verrassend, in de ronde. Er staat weer bijzonder veel volk langs de weg. De ronde begeestert. Er zijn nog zekerheden in het leven. In de aanloop naar de eerste keer Oude Quaremond is het wel schrikken. Nicky Terpstra, de winnaar van vorig jaar, komt een val en blijft akelig lang liggen. Een beetje later wordt hij naar het ziekenhuis van Oudenaarde gebracht. Exit Terpstra dus. Op Instagram heeft hij gelukkig wel al een filmpje gedeeld waarin hij zegt I'll be back. Voilà. Ook richting de muur van Gerardsbergen is er veel volk en veel nervositeit. De voorsprong van de vier leiders zakt ziender ogen. Maar de koers breekt pas echt open na de muur. Inge van Meensel. De vier leiders worden na een aanval van bijna 170 kilometer gegrepen. Daarna ontstaat veel chaos en verwarring, ook bij de ploegleiders. Hoe is de situatie? Ja, we weten zelf van niks. Ja. We weten niet, weet ik uit. Belgisch kampioen Yves Lampaert is nerveus. Hij geraakt weg met Breschel, Pusselberger en Oliveira. Maar lang duurt hun aanval niet. Mohoric waagt zijn kans, maar achter hem is de orde eindelijk hersteld. En op de Canarieberg komt het peloton weer samen. Het gaat gebeuren, hè? Ja. Het is aan het gebeuren. Het is gebeurd. Ja. Ik vind het een beetje jammer. Voor de koers. En daar gaat Rowe. Wel eens mee. Alsjeblieft. Iedere stap voorwaarts is nu de goede stap. Welles en Rowe raken niet weg en Mohoric wordt weer gegrepen. En daar hergroepering, godzijdank voor Van Avermaat, van een groot deel van zijn troepen. The job is taken, Greg, in front of the Quaremont. Mathieu van der Poel rijdt dan over een borduur, maar dat loopt slecht af. En daar is Van der Poel, die heeft daar wellicht een lekke band. Ja. En dan gaat er ook nog eens plat op zijn buik. En dat kost hem natuurlijk wel wat tijd. Het is hier de ronde van Vlaanderen van Van der Poel ten einde. Ik vrees voor de zaak. Van der Poel kruipt toch terug op de fiets en begint aan een indrukwekkende inhaalrace. Tijdens de tweede beklimming van de Oude Quaremond kan de finale dan echt losbarsten. Stijn van den Berg en Sepp van Marke rijden voorop. Het is afzien op de Oude Quaremond, maar Van der Poel blijft intussen stevig doortrekken. Kom op, Mathieu! Man, een rap rijden ding wint. Op de Paterberg probeert Casper Asgreen de kloof met de twee leiders te dichten. Wat denk je van Asgreen? Die weer allemaal. Ik vroeg, hier moeten ze daar geen kopman van maken? Jij zei nee. Nog niet. En dan komt de gevreesde Koppenberg. In het veld rijden niet de favoriete helling van Mathieu van der Poel. Ginder komt Mathieu van der Poel aansluiten. In zijn eentje. In zijn eentje komt hij aansluiten bij het peloton. Man. Waar rijdt die kerel snel? Dylan van Baarle kan na de Koppenberg aansluiten bij de drie leiders. Van Marke trekt even aan de ingetaapte knie. Die bezeerde hij bij een val in de Binkbank E3 Classic. Op de Taaienberg wordt het stilaan te zwaar voor Van den Berg. Daarachter barst de strijd nu echt los. Stuivend gaat de boel wat uiteenritselen. En dat is met de grote hark, als je het mij vraagt. Dat is Van der Poel die in vierde positie volgt en Van Aert in derde positie. Van der Poel ontbindt zijn duivels en heeft nog meer in petto. Daar gaat Mathieu van der Poel. Stipa heeft een inspanning gedaan om hem lam te leggen. Petiol die altijd wat lijkt door te zakken. Van Aert die er nog goed uitziet. En dan komt nog één keer het duo Oude Quaremond-Paterberg. Petiol die nu de sprong waagt. En dan heeft Van Avermaat in de mot, ik moet daar mee, want ik heb die leren kennen in de E3. Naast hem gaat dan ook mee met Van Avermaat. En ook jongens, Petiol rijdt wel weg. Ja, die rijdt wel weg. Kan Jan Toorie nog op de trappers gaan lopen, Alberto Petiol. Moedergods is die sterk, zeg. Petiol begint met zo'n 20 seconden voorsprong aan de laatste klim, de Paterberg. Van Avermaat zet nog alles op alles om de voorsprong te verkleinen, maar de Italiaan kraakt niet.
De samenwerking bij de achtervolgers verloopt verre van optimaal en dus is Bettiol op weg naar zijn allereerste profzege op 25-jarige leeftijd. En hij heeft het met een formidabele sprong gedaan en heeft de topfavorieten eigenlijk een neus gezet. Dus wint hij heel simpelweg Ronde van Vlaanderen, 103. Asgreen eindigt op de tweede plaats, Christophe wordt derde. Oliver Naasen is de beste Belg op de zevende plaats. Ja, Alberto Bettiol, Italiaan, Toscaan, geboren in het gezegende jaar 1993 en tot 5 uur deze namiddag nog zegeloos als prof. Wat een binnenkomer. Meteen de ronde op je palmares schrijven. We kijken naar zijn reactie meteen na de wedstrijd. Primera vittoria di professionista, come l'hai fatto? I still don't believe what I did. First victory. I still don't believe. But you've done it. Tell us how you did it. I don't know. I was in Quaremont, feel really good. Andreas from the car, he just said, if you can, you just go. I closed the eyes and I just went. I looked down at the top. I had a really good gap. And from the car, Andreas just said, keep on pushing, keep on pushing. And on the Paterberg, I think I didn't lose a lot. And then there were the 14K longest of my life. I knew Sebastian was there protecting me. And Sepp did an amazing job. A champion like him, he worked for us all day. It's just crazy. All the guys, Matty, Sasha, Tom, Taylor, everybody. I think EF is in the front. And we can win also Ronde van Vlaanderen. We are a really good team. And from now on, you should look more in the pink, in the front. Oké, dat is begrepen, Alberto. Tijd voor een analyse, me dunkt. Dag, Michel Wuits. Goedenavond. Ik ga de naam nog eens zeggen. Alberto Bettiol wint de Ronde van Vlaanderen. Dat is voor veel mensen een verrassing. Is dat voor jou ook het geval? Ja. In dit geval wel. Al moet ik zeggen ook een beetje nee, want ik had hem wel bij mijn outsiders gezet. Waarom? Omdat hij vierde geworden was in het sporen van Van Aert en ook een Van Avermaet bijvoorbeeld in de E3 Haarlembeker. Was de tweede in de tijd in Tirreno Adriatico. En dan heb je dus wel wat in huis. Hij heeft wel de naam van wat lui te zijn. Niet echt een trainingsbeest. En dat zou veranderd zijn. Hij is op stage geweest in de Hoge Bergen in het zuiden. En is daar blijkbaar met een gunstig gevolg van teruggekomen. In elk geval is hij meer gebeten dan vroeger. In die mate dat zijn ploegmaats en de mensen die hem een beetje beter kennen hem nu al vergelijken met Bettini. Want hij kan een berg op, hij is ook vrij snel aan de streep, kan ook een stukje tijdrit neerzetten. Alleen kwam er dat tot dusver nog niet echt uit, maar nu wint hij wel de Ronde van Vlaanderen. Of het nu een grote naam is, wel, dat zal in de toekomst moeten blijken. Als hij nog mooie overwinningen van dit kaliber neerzet, vind ik zo. Inderdaad, Michel. En Bettiol was achteraf ook enorm dankbaar tegenover zijn ploegmaats, waaronder Sepp van Marke. Welk aandeel heeft onze landgenoot in de zege van Bettiol? Een wonderlijk aandeel, want Van Marke die was eigenlijk afgeschreven voor de finale. Die dacht hier een goede 100, 120 kilometer mee te doen en dan te stoppen in functie van Parijs-Roubaix. En dan gaat hij aanvallen op de tweede. Quaremont gaat mee met een paar andere mensen, zoals dat zijn Van Baarle en die formidabele Asgreen. En zet op die manier Bettiol en ook Langeveld in een zetel. Fungeert daar toch wel heel lang als bliksemafleider. Heeft dan het onderste van zijn krachten naar boven gespit. En met het gevolg dat Bettiol zich rustig kon mee laten drijven. En zijn krachten op zijn beurt kon sparen voor de finale aanval. Die toch echt wel heel sterk was. Heel performant op die oude Quaremont. Een paar reacties binnen de schoot van de ploeg van Education First. En dat zal dan vooral over Bettiol gaan. Van Marke eerst. De eerste. Het is Alberto. Geen favoriet vooraf, maar wel iemand waarvan gezegd werd dat hij mee de koers zou maken. De Ronde van Vlaanderen is zijn eerste profzege. Als hij iets doet, doet hij het goed blijkbaar. Ronde van Vlaanderen wegrijden uit de Quaremont en dan volhouden op die mannen erachter. Dat is wel een heel strafnummer. Hij heeft een heel sterke laatste 10 kilometer in benen en vliegt bergop als hij goed is.
En dat zijn de laatste koersen reed ik al meteen met hem nu. En hij reed gewoon supersterk. Het is zo'n renner dat je, die er niet bij zit, maar dat je achteraf zoiets hebt, denk ik van ja, misschien wel. En misschien is zijn carrière nu wel helemaal gelanceerd. Vorig jaar heeft hij een moeilijk jaar gehad bij BMC, 2 keer sleutel meegebroken. Ja, en dit jaar laat hij zien wat hij in zijn mars heeft. If he have a good day, he's one of the best in very short climbs like we have here in Flanders or Amstel Gold Race. Kan ook goed mee in de bergen wel. Heeft hij toen hij al bij ons reed in de Tour bewezen. Als de 20 man overschoten, zat hij er ook bij. Ja, enorm potentieel en heeft zichzelf nu wel gevonden als renner. Weet wat hij ervoor moet doen. Ja, en dat resulteert zich nu in uitslagen. Eindelijk weer een Italiaan die de ronde wint. Dat was al geleden van Ballan in 2007. Maar misschien kunnen we hem meer vergelijken met een andere Italiaan. Maybe Pizzini back in the days, I don't know. He still have a few years to become Pizzini's level, but this is a start. Yeah, that's a very good start to Flanders. Ja, Michel, als we even uitzoomen naar het hele podium, dan zien we ook daar namen die we daar vooraf niet geplaatst hadden. Kasper Asgreen, een Deen, werd tweede en Alexander Kristoff derde. Ook dat is allemaal opvallend, denk ik. Ja, dat complete podium was één grote verrassing. Die Kasper Asgreen heeft eigenlijk de plaats ingenomen van een Gilbert die echt niet goed was. Van een Stibar die wat te wispelturig was. Van een Lampaard die wat te nerveus was. En dan vult hij een rol in als inleider, als pelotonmenner van bij de start. Samen met Tim de Klerk. En dan rijdt hij nog een finale en wordt hij nog tweede. Hoe komt dat wel? Het is van opleiding een tijdrijder. De Deense school is al onbekend voor het laten opgroeien van grote talenten. En daar heeft natuurlijk Patrick Lefevre een neus voor. Maar als je dat allemaal kan, wat hij vandaag doet, dan zou ik daar toch in de toekomst een kopman van maken. En wat Kristoff betreft, ja, die heeft al 2 monumenten op zak. Die won Milan-San Remo, die won in 2015 hier de Ronde van Vlaanderen. Won nu vorige week Gent-Wevelgem. En in een sprint na 270 kilometer moet je al van goede huizen zijn om hem te vloeren. Dus laten we zeggen dat de meest normale naam van al die namen die vandaag op het podium staan, toch wel die van Kristoff is. Ja, een derde is geëindigd. Oké, Michel, laat ons er nog eens een reactie bij nemen. Iemand die ongetwijfeld baalde na deze koers was Greg Van Avermaat. Alweer niet in de ronde voor de Olympische kampioen. Van Avermaat, vorig jaar nog ploegmaat van Bettiol, was achteraf bijzonder scherp in zijn commentaar. Ik ken hem een beetje van vorig jaar. Het is een groot talent, hè. Maar hij is ook een beetje lui, zou ik durven zeggen. En vorig jaar stond hij een beetje dik, denk ik, bij ons. Nu is er al een paar kilo af en misschien heeft hij de klik gemaakt in zijn hoofd om er eindelijk alles te beginnen verdoen. Maar een talent is het zeker. Anders hadden we hem vorig jaar ook niet in de ploeg gepakt. Ja, Michel, zo hard waren de woorden van Greg nu ook weer niet. Maar lezen we of horen we hier toch vooral ontgoocheling? Ja, ik denk frustratie. Hij wilde absoluut, en zal dat ook volgend jaar nog wel willen, en ook het jaar nadien, zijn lievelingskoers winnen, Greg Van Avermaat, deze Ronde van Vlaanderen. En nu gaat hij toch wel naar een ploegmaat, die Bettiol, die vorig jaar in zijn dienst reed. En die eigenlijk tekort schoot, waar Van Avermaat vaak ging over klagen van God, die levert niks op. En die moet hij daar die overwinning aan laten. Dan kan ik wel begrijpen dat hij wat in zak en as zit. Bettiol, die voor hem niks deed, wint nu zijn lievelingskoers. Drama. Ja, inderdaad. Drama. Klopt. Michel, wat hebben we vandaag ook weer genoten van Mathieu van der Poel? Was hij, op basis van wat we gezien hebben, eigenlijk niet de sterkste man in koers? Wat mij betreft een morele winnaar. Maar wat heb je daaraan als je er gaat bij liggen? Je moet recht blijven om de Ronde van Vlaanderen kunnen te winnen. Maar wat hij doet, die inhaalrace na die val in de afdaling naar de Oude Quaremont toe, dat heb ik hier sinds 2012, sinds de ronde hier is, niemand hem zien voordoen. Van het onmogelijke, vanuit het ongerijmde terugkomen, ik hoor die reacties nog van de onboardcamera's in die verschillende auto's van hoe rijdt die hier de Oude Quaremont op? Hoe is het mogelijk dat die zo blijft doorstomen? Vandaag had een bladzijde in het wielrennen kunnen omgedraaid worden. Met Van der Poel als winnaar zou de Ronde van Vlaanderen een andere richting uitgegaan zijn. De richting van Mathieu van der Poel. Maar ik denk dat dat slechts uitstel is. Die val, hoe komt dat? Ik denk dat Mathieu van der Poel dat best kan vertellen. Ik zat helemaal rechts en daar bij de bloembak wou ik net het randje pakken, maar ik krijg geen ruimte. En ik spring in de bloembak, maar dat was vrij zacht. En mijn wiel breekt gelijk op de volgende stoeprand.
En daar heb ik al heel veel geluk dat hij niet gelijk doorbreekt, want dan ga ik daar al over kop. En ja, hier was het dus al gebroken en breekt blijkbaar dus in een putje volledig door en daardoor sla ik hier over kop. Kijk daar in dat putje waar de brandweerslang in kan. Ja, en daar ga ik nog tegen de grond, wat ik niet echt verwachtte. En gaat hij even zeer, maar ja. Als hij in de bloembak gelijk doorbreekt, dan had ik hier... Ik denk dat daar al... je bent crosser en kan heel wat met de fiets, maar ik denk dat daar al heel chapeau is dat je hem recht houdt. Ja. Ik was over kop gegaan. Nou, Michel, ik heb het eerder al gezegd, het lijstje van favorieten was lang. Er stonden heel veel namen op, maar ja, Bette Jol die stond er eigenlijk bij niemand op. Was dit nu een gigantische gemiste kans voor de favorieten? Ja, dat mag je rustig stellen. Vooral omdat dit een tijd is van nivellering. De mannen van 3,34, Gilbert 36, die zijn aan hun zenit. Misschien hier en daar er zelfs al over. Jongeren komen op, komen duwen, Van der Poel, Van Aert. En dan krijg je een brede spreidstand. En dan moet je toch wel kunnen waarmaken, omdat in de toekomst de kansen kleiner worden. Dus een Van Avermaet, een Lampaert, een Stibar vooral ook. Mooie kans weg. En hoe vaak krijg je die kansen nog? Hè? Je moet dat maar bijvoorbeeld eens vragen aan Sepp van Marken. Ooit is tweede in Parijs-Roubaix, in zak en as. En toen zei ik tegen Sepp, je gaat hem ooit nog wel eens winnen. Je bent nog maar 24. Hij is nog niet verder gekomen. Ook die kanttekeningen moet je maken bij dit soort beoordelingen. Gemiste kansen komen niet altijd terug. Okay. Maar ik stel voor dat we eens naar een aantal reacties van die geslagenen luisteren. Ja. De laatste keer Quaremont zat ik echt op mijn limiet als Bette Jol vertrok. En vanaf toen was het moeilijk en ook op de Paterbergen zakte ik er eigenlijk door. Dus in die achtervolging kwam er ook nooit organisatie. Dat is meestal zo, dus ik denk dat de sterkste op het juiste moment vertrokken is. Welk gevoel overheerst nu bij jou? Oh ja, ik denk dat de sterkste gewonnen heeft. Hè. Als je op die moment niet kunt volgen, moet je ook niet zeggen dat je de beste van de koers bent. Ik was bij de betere terug, maar niet de beste. Ik blijf zeker op mijn niveau, maar ik had wel iets meer verwacht van mijn sprint zelf. Maar ik heb wel veel gegeven onderweg eigenlijk. Ik dacht dat Stibar wat beter was. En Bob. Maar uiteindelijk zit ik overal waar ik moest zitten en los het niet. Uiteindelijk, maar wel in mijn sprint ben ik niet zo content van. Ik denk dat we wel een goede koers hebben hier met de ploeg. Spijtig genoeg geen beter resultaat. Maar we hebben ons laten zien. Juist achter de muur was misschien iets... Een slechtere situatie voor ons, maar het is een mooie rechtgezet geweest. Dus ik denk dat we trots moeten zijn op de manier dat we gekoest hebben, maar ja, het is beter dat het niet beter is. For sure, I'm not like I don't know 3 years ago, but still my campaign here in Belgium and the next classics are coming. Then I'm very confident and I can get better. Because I lose a lot when I was sick in Sierra Nevada and then I think it's coming, but we will see. Dit is 100 kilometer safari en dan vanaf dan echt tussen de kaderen dat iets schoon is. Doorbronchiet is dus. Je hebt echt de gevolgen gevoeld dan, concludeer ik. Ja, doorbronchiet of door die antibiotica, ik weet dat niet. Ik ben ook geen dokter, maar ik heb echt heel nacht liggen sterven. Ik had niet gedacht dat ik bij deze 10 ging finishen. Ah ja, dus dit geeft jou moed voor Parijs-Roubaix. Ja, het is dat. Morgen maak ik stop met antibiotica en dan hoop ik dat ik terug een beetje de forse terugvind. Oké, dan vul ik nu mijn pronostiek in. Dat is goed, doe maar. Ja, en altijd goed lachen, Oliver Naas, maar toch teleurstelling alom. Maar zoals het gaat met de ronde, volgende week is er al een nieuwe kans, Michel, met Parijs-Roubaix. Hoe zie jij de kaarten liggen na vandaag? Wel, een opluchting voor zij die hopen te winnen is dat Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix niet rijdt. Die kan hij nu al winnen, geloof me. Maar hij start dus niet vanwege de Amstel Gold Race. Ik verneem ook dat Bette Jol niet zou starten. Dat kan nog wel veranderen in de flow van de Ronde van Vlaanderen. Maar dan heb je de betere twee van de Ronde van Vlaanderen niet aan de start. Dan kom je bij Naassen, Greg Van Avermaet, Van Aert. Van Marken zal hopelijk tegen dan volkomen in orde zijn en echt als kopman uitgespeeld worden. En dan van de buitenlanders. Sagan zie ik echt wel groeien. Dat deed hij vorig jaar ook. Zijn groei is precies zoals die van vorig jaar, exact dezelfde. Stibar heeft ook altijd goede benen in Parijs-Roubaix. En wie weet is Terpstra ook dan weer bij zijn positieve. En dan krijg je toch weer een aantrekkelijk veld om Parijs-Roubaix flitsend te kruiden. Nou, we kijken er nu al naar uit. Michel Wuits, dank je wel voor jouw tijd en analyse. Veilig thuis. Het is hier nog niet gedaan met de Ronde van Vlaanderen trouwens. Ook de dames betwisten vandaag Vlaanderens mooiste. De start lag niet in Antwerpen, maar wel aan het centrum Ronde van Vlaanderen in
Oudenaarde. Van daaruit moest het peloton één grote lus van zo'n 160 kilometer maken op en over de gekende hellingen van de Paterberg tot de Oude Quaremont. Kregen we na 9 jaar nog eens een Belgische zege met bijvoorbeeld Lotte Kopecky, of gingen de topfavorietes met de overwinning aan de haal? Koen Verheijden geeft het antwoord. Blikvangers bij de start zijn Jolien Doren, die na een sleutelbeenbreuk enkele weken geleden net op tijd paraat lijkt. Ook Belgisch kampioen Annelies Dom maakt zich op voor de titel van Vlaanderens mooiste. Dat is de ronde. En de ingekorte versie bij de vrouwen gaat meteen naar de essentie. Knokken op de kassei is dat. Op de eerste kasseistrook van de dag haakt alles in elkaar. Met de Amerikaanse Corinne Rivera sneuvelt een van de favorieten. Rivera won de ronde 2 jaar geleden, maar moet opgeven. 10 hellingen op het parcours met de muur waar de Franse Hérault een vluchtersgroepje van 7 uit elkaar probeert te ranselen. Maar het peloton geeft de vluchters weinig ruimte en met nog 66 kilometer voor de boeg komt alles terug samen. Op de Taaienberg heeft Lotte Kopecky met de witte helm nog een uitstekende indruk. En ook Jolien Doren zit nog mee voorin. Op de Oude Quaremont schudt de Italiaanse Bastianelli in het wit alles door elkaar. De Oranje-Nederlandse Marianne Vos klampt aan, net als haar landgenote Annemiek van Vleuten. Maar de Deense Ludwig gaat nog sneller op de kassei en doet een gooi naar de zege. In de achtervolging rijdt Marianne Vos lek en ook Lotte Kopecky. De laatste hoop op een Belgische zege moet aan de kant. 3 leiders op de Paterberg. Ludwig met het sloopwerk, Van Vleuten in het geel en Bastianelli klampen aan. Die 3 blijven in de slotkilometers voorop. En in een beklijvende sprint krijgen Bastianelli en Van Vleuten ons op het puntje van onze stoel. Het is zij als zij. Het is overleven. Komt Van Vleuten nog over? Nee, Bastianelli wint. Bastianelli wint de Ronde van Vlaanderen 2019 voor vrouwen. Ex-wereldkampioene Marta Bastianelli schrijft de Ronde van Vlaanderen in grote letters op haar erelijst. È stata una gara incredibile. Sono veramente felice per questo grande risultato. Era un sogno nel cassetto nella mia carriera e ce l'ho fatta.